werd het Nederlands Filmfestival officieel afgetrapt met de première van Tulipani, Liefde, Eer en een Fiets. Een romantisch sprookje waarin Gijs Namer het geluk zoekt in Italië. De eigenwijze boer Gauke heeft genoeg van het natte Nederland en stapt na de watersnoodramp van 1953 op zijn fiets. Na 5 dagen doortrappen strandt hij in een idyllisch Italiaans dorpje waar ze hem met open armen ontvangen. Mama, è arrivato Gesù, è proprio lui. Vado. Ma che fai? Mamma mia. Vado. Gisteravond beleefde de Nederlands-Italiaanse film Tulipani zijn première en dat voelt als thuiskomen. I love to be here. I've been studying at the University of Amsterdam when I was younger. Helemaal chill. Nou, ik sta stijf van de zenuwen. This part is the funny part. Ik ben ook heel blij om ze nu weer te zien, Lydia en Michele en Gianni, kleine Gianni. Mela. Zoccolo. Ik mag van geluk spreken dat ik met Tekla ben, om verschillende redenen, maar ook vooral omdat zij half Italiaans is. De Italiaanse taal, ook al verstaan wij soms niet wat ze zeggen, wij voelen wel heel erg goed wat ze emotioneel bedoelen. De opener van het Nederlands Filmfestival gaat erin als tiramisu met limoncello. En dus is de cast uitermate soddisfatto. Dutch people, they're not so easy to make them laugh. I think it's a pretty good result. Ik vind het wel heel leuk als er veel gelachen wordt en dan als het op een gegeven moment op het juiste moment stilvalt. En dat gebeurde volgens mij. Het applaus aan het einde was buitengewoon warm. Dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft. Lekker. Lekker.